please. Call me Mank. 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 Mank staat voor Herman J. Mankiewicz, de scenario schrijver van Citizen Kane en de hoofdpersoon in de film Mank. Mank in deze film, ja, was gewoon een getalenteerde schrijver die het vak niet zo serieus nam. Die vooral legendarisch was door wie die was. Door zijn uitspraken en graag geziene gast op feestjes, omdat hij gewoon de reuring bracht. Maar eigenlijk is Citizen Kane is wel gewoon zijn grootste werk. Mank, it's Orson Welles. Of course it is. Ik vond de film geweldig. Ik vond het een hele interessante interpretatie van het werk van een scenario schrijver. Met natuurlijk tegen de achtergrond het welbekende, verborgen verhaal van het schrijven van Citizen Kane. Maar ik vond de film heel mooi. I gave you a second chance. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. Ik denk dat de film zeker een ander licht werpt op Citizen Kane. Ik heb de film voor het eerst gezien op de Filmacademie en dan krijg je wat verhalen wat achtergrondverhalen mee. Onder andere het essay van Pauline Kael over wie credit verdient. En zij heeft toen geschreven dat Orson Welles niks had geschreven. Dat het volledig Mank's werk was. En in de loop der jaren zijn er allemaal verschillende theorieën over uiteengezet. Kane was wel echt voor mij, dat was wel Orson Welles. Dat was gewoon, en ik heb dat hele gedoe, die herrie die er tussen hem en Mankiewicz was over de credits en over wie er nou verantwoordelijk voor was. Dat heb ik wel meegekregen, maar ik denk wel dat deze film eraan bijgedragen heeft dat ik toch echt wel snap dat die Mankiewicz echt wel essentieel was. Want daar begon het wel. Kijk, Fincher is gewoon een van de beste regisseurs in de wereld. Zijn dramatisch inzicht kan je zien door de shots die hij maakt. Weet je, ziet gewoon wat hij vindt, wat hij wil dat jij denkt. Ik denk dat Fincher als regisseur heel veel van de beeldtaal heeft gebruikt van Citizen Kane. De deep focus, de long takes, gewoon ook spiegelingen in beeldruim. Op een gegeven moment is er een shot waarin Mank een fles drank laat vallen. En dan ga je precies ook met de camera naar beneden en dan zie je dat in een close-up zoals het sneeuwbolletje, of hoe noem je het, wat Welles ook heeft in de filmen. Ja, het zijn gewoon van die dingen, bijna als Easter eggs, dat je zegt, dat komt uit de film. What is it? The writer says, tell the story you know. Kijk, iedereen die in de film werkt, weet dat Citizen Kane een onaantastbaar meesterwerk is. Dus als je daar een soort hommage of iets mee wilt doen, dan is dit bijvoorbeeld een hele goede manier. Het is een scenario wat lang geleden door zijn vader geschreven is door zijn vader. Zijn vader was een schrijver. Dus het is ook een manier om. Ik denk dat het heel persoonlijk is voor hem. En dus ik snap het wel dat hij het. Dat hij het heeft willen doen. Ik sterker nog, als ik naar zijn andere werk kijk, denk ik dat dit misschien wel zijn meest persoonlijke film is. Ik vind Mank heel goed passen in Fincher's oeuvre. Ik moet zeggen dat ik ook best een grote fan. Fight Club is een van mijn favoriete films. En het Zodiac ook zeker een film is die zo gedetailleerd en zo ook gaat over obsessie. Ik denk dat wel een soort van terugkerend thema ook wel een beetje in zijn werk is. Seven is ook een soort van obsessieve jacht op een moordenaar. Vind je zelf, wat ik lees, ook obsessief in zijn werkwijze? Als ik doe 100 takes doen van één shot, lijkt me niet voor iedereen op de set even fijn. Voor de acteurs ook niet. Maar dat is de manier waarop hij voor zijn gevoel dat resultaat bereikt. Van dat je ultieme controle hebt over de materie. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. You owe me, Herman. Als mensen willen weten, een beetje of een benadering willen krijgen van hoe voelt het nou om een scenario schrijver te zijn, kunnen ze die film kijken. Als je een jaren 40 film wil zien, maar niet een jaren 40 film wil zien, want heel veel mensen denken, oh, die oude meuk wil ik niet zien, dan kan ik hem aanraden. Het is gewoon een heel goed gemaakte film. En als karakterstudie is die wel, terwijl ik zo zit te praten, is die echt wel geslaagd. En het is zo fascinerend dat ik het dus nog een keer wil zien. En dat ik het ook achteraf niet zo erg vind dat het wat langer duurt om het op gang te komen. Omdat je daar uiteindelijk wel door beloond wordt.